Toenemende zorgen over klimaatverandering, beschikbaarheid van water en milieuvervuiling hebben gemaakt dat de Surinaamse overheid meer investeert in milieubehoud. Dit zei minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken gisteren tijdens het high-level evenement in Hotel Torarica over de grensoverschrijdende rivierbekkens in het Guyana-schild. De bewindsman geeft aan dat de overheid beleidsmaatregelen met betrekking tot water, milieubehoud en klimaat heeft uitgestippeld. De rol van het Bioplateau-project past geheel in het beleid van de overheid. De Marwijnrivier wordt immers gebruikt door gemeenschappen van beide landen en heeft ook invloed op gemeenschappen van beide landen. Het Bioplateau-project probeert voor twee riviergebieden, de Marwijnrivier en de Oyapok-rivier, beide twee grote grensstrookgebieden, een bijdrage te leveren aan de eerder genoemde zorgthema's. Op 26 november 2019 werd het Bioplateau-project 1 getekend in Kaya. En op 24 april 2024 ondertekenen we de samenwerking voor het Bioplateau-project 2, dat loopt tot 2026. De minister verklaart dat alle voorgaande conferenties vruchten hebben afgeworpen. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan dat de Guyana's aan de vooravond staan van klimaatverandering. Ik ben net terug van COP16, COP16 over biologische diversiteit in Cali, Colombia, waarbij de focus is gelegd op de natuurgebaseerde oplossingsmodellen ter behoud van de biodiversiteit. Zowel in COP16-verband als door de ACTO-lidstaten die gezamenlijk het Amazonegebied vertegenwoordigen, zijn concrete voorstellen gedaan om op een integrale manier de problemen van verlies van biodiversiteit aan te pakken. De president zei dat tijdens de COP16-meeting in Colombia sterke aandacht is besteed aan de biodiversiteit en klimaatverandering.